Hey, hallo iedereen. Vandaag episode 5 van de geleerde lessen van kanker. Vandaag wil ik het hebben over het moederschap, mijn kinderwens, het mama willen worden. Dat was eigenlijk iets dat ik eigenlijk heel belangrijk vond voor dat deze allemaal is gebeurd. Alleen tijdens ook, maar dan heb ik daar van alles uit geleerd. En dat wil ik eigenlijk vandaag met u delen. Dus als ik voor de eerste keer borstkanker kreeg, dan was ik eigenlijk 26 jaar en ik had een enorme grote kinderwens. Maar ja, door omstandigheden, ik ben nog jong, ik wilde eerst een goede job hebben, eerst een huis en je weet het beeldje hoe dat de maatschappij het, hoe dat het hoort, dat wou ik eerst vervullen en dan kun je aan kinderen beginnen. Dus voor mij was dat helemaal uitgestippeld van oké, eerst goede job, dan een huis en dan is het tijd voor kinderen. Dus ik was dat bezig aan het uitbouwen. Maar ja, dan werd ik ziek, kreeg ik borstkanker. En dan had ik eigenlijk, in het begin had ik bang voor twee dingen. Dat was eigenlijk voor dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen. Door dat beschadiging van de chemo en al de rest. En mijn haar. En ja, natuurlijk, mijn haar is ook niet teruggekomen. Maar dat kon je in episode 1 zien, wat ik daar heb uitgeleerd. En nu, vandaag wil ik het hebben over die kinderwens. In de eerste periode, dan heb je gewoon geen tijd om daarover na te denken. En dan doe je gewoon alles wat er u gezegd wordt. En dan gaat je eigenlijk gewoon volledig mee in alles wat er u gezegd wordt. En je hebt gewoon geen tijd om na te denken, want je gaat zo hard in overlevingsmodus en die chemotherapie, je hebt al genoeg aan dat door te komen. En dan het emotionele, dat heb ik eigenlijk gewoon afgeblokt. Maar ja, natuurlijk, kinderwens was nog altijd voor mij, dat is belangrijk, ik wil dat nog altijd. Ik heb dat ook tegen de dokters gezegd, maar je moet dan de eerste 5 jaar wachten, volgens de dokters. En zo, mijn planning was al helemaal in de war dat ik in het begin had gemaakt. Maar ja, ik kon niet anders dan het aanvaarden, dus dan ben ik eigenlijk meegegaan. Dan moest ik eigenlijk 5 jaar wachten. Maar dan, zoals je weet, heb ik een tweede diagnose gekregen. En daar was het. Ik wist niet hoe lang dat ik nog zou leven. Dus laat staan, zou ik ooit mama kunnen worden? Zou ik gewoon ooit nog kunnen leven? Op dat moment, al je dromen vallen gewoon in elkaar. En ik weet, in het begin, als ik me aan het voorbereiden was op de volgende strijd tegen kanker. En ik had zoiets van, ik ga deze kunnen. Maar ik wist ook in het begin dat die kinderwens iets was dat mij ging kapot maken. Omdat dat iets diep geworteld in mij zit. Ik heb altijd kinderen gewild. En dat was daar ook. Ik wou oftewel carrièrevrouw worden. En als dat niet lukte, dan wou ik eigenlijk mama worden. Of de beide. Maar eerst carrière, dan mama en dan. Maar nu werd dat gewoon totaal weggeveegd. En dat was van, ik had het er gewoon extreem moeilijk mee. En vooral het moederschap, daar had ik het vooral moeilijk mee. Want ik weet tijdens, ik weet, een van de scans dat alles stabiel was. En dan hoort je blij te zijn. Maar voor mij, ik kon niet blij zijn. En plus, ik had gewoon moeilijk van dat moederschap te moeten gaan loslaten. Mentaal wist ik wel dat dat op dat moment geen goed idee is om kinderen te krijgen. Maar emotioneel was dat gewoon iets in mij dat ik absoluut wou en dat ik nu moest opgeven. En ik kon dat was gewoon zo extreem moeilijk voor mij. En dat deed gewoon zoveel pijn. Ik weet dat ik nog zei van, ik weet dat ik kan vechten tegen kanker. Maar hoe kun je je moederwens, al je kinderwens opzij zetten? Dat is gewoon zo moeilijk. En ik zei ook nog van, als er één ding mij zou neerhalen, dan is het deze wel. Of emotioneel, of breken, of. Ik kon dat niet laten rusten en ik vroeg ook altijd naar de dokters van, kijk, waarom mag ik geen kinderen krijgen? En dan staken ze mij weer in statistieken en ik moest gewoon blijven vragen totdat ik genoeg had, want ik kreeg er mentaal geen rust. Ik kreeg geen rust mentaal. Ik wou mama worden, maar dat mocht niet en dat deed gewoon zoveel pijn. En
Ik weet ja, dat ik ook ja, door de chemotherapie had ik ook voor de tweede maal ook geen regels. In de eerste borstkankerperiode of chemotherapieperiode heb ik ook mijn regels lang niet gehad. En nu ook met de chemotherapie was dat ook weer al verdwenen. En ik zeg ja, ik ga naar een gynaecoloog gaan en kijken van misschien wat zijn mijn opties. Is er misschien adoptie mogelijk of opvanggezinnen of draagmoederschap. Als ik geen kinderen mag baren, misschien alleen baren of... Hè, dragen en naar de wereld brengen. Misschien kunnen we het dan via iemand anders doen en dan eigenlijk op die manier. Dus ik wou mijn opties bekijken. Gewoon kijken van, ben ik naar de gynaecoloog gegaan? En ja, dat was eigenlijk het moeilijkste gesprek. Dat was een zeer moeilijk gesprek. Want ja, daar krijg je weer te horen van, ja, dat is gewoon niet slim dat je, allez, je hebt andere dingen om over te denken. Daar moet je nu geen zorgen over, of daar moet je nu niet aan denken. Maar als dat wat ik altijd heb gedroomd, en als ik dat nu moet neerleggen, dan kan ik dat niet zomaar neerleggen. Ik moest ook horen van weer die nee van je moogt niet. Allee, dat is wat dat ze mij gegeven hebben. En ik vond dat eigenlijk zo onrechtvaardig, omdat ik heb alles om en mama en ik heb allee, de financiële middelen, de zorg, de. En toch mag ik geen mama worden. Waarom niet? Ja, omdat ik ziek ben en dat ik niet weet hoe lang dat ik te leven heb. Maar dat kan ja, ook nog heel lang zijn. Ze zijn altijd van, je moet positief denken. Maar als er dan op deze manier moet gedacht worden, dan is van, ja, maar nee, je gaat geen toekomst niet meer hebben. Dus ja, dan was het voor mij moeilijk van, ja, op ene moment zeg je van, oké, je moet... Vooral blijven denken ver aan de toekomst. Maar als ik dan mijn leven wil terug beginnen leven, dan zeg je van nee, dat kan niet. En dat ging voor mij niet. Ik blokkeerde gewoon totaal. En dat was, ja, ik weet dat moment bij de gynaecoloog en dat gesprek. En ja, ik kwam gewoon voor niks in aanmerking. En ja, tuurlijk, mentaal gezien, logisch gezien, wou ik ook niet aan kinderen beginnen op dat moment. Hè. Maar het is gewoon, mijn optie wordt weggenomen. En dat was mijn probleem. Ik kon dat niet loslaten, want dat was gewoon diep geworteld in mij. Van dat ik absoluut mama wou worden. En ja, uiteindelijk weer die nee krijgen. En ook in het ziekenhuis weer, van dan mag ik die behandelingen niet stoppen. Nee, nee, nee. Dat heeft me echt tot op het punt gebracht waar dat ik zoiets had van, ja... Het hoeft voor mij niet meer. Het is, allee, ik zie het leven gewoon dan niet meer zitten. Waarom moet ik dan blijven verder gaan als ik mijn leven toch niet mag leiden zoals ik het wil? En dat was, ja, op dat moment heb ik eigenlijk eindelijk kunnen breken. Maar eigenlijk kunnen breken. Op dat moment zag ik dat wel niet, want ik ben totaal in overgegaan op dat moment en echt mijn verdriet gaan toelaten. Eigenlijk te gaan uithuilen. Mijn kinderwens eigenlijk te gaan uithuilen van. Ja, en er plaats voor geven en ruimte om een soort rouwproces aan te geven. Dat was het en zo voelde het en dat deed pijn en ik vond het oneerlijk en ik heb boosheid, verdriet en ik heb dat eigenlijk op dat moment allemaal geuit. En ja, en het is eigenlijk op dat moment dat ik, ja, ik was niet aan het, ja, ik was aan het opgeven, maar ik was eigenlijk het vechten aan het opgeven achteraf als ik zie. Ik heb het vechten opgegeven tegen kanker. En... Ja, als ik dan zag van ja, oké, en mijn gevoelens geuit heb, en verdriet en frustraties en waarom. Het heeft wel weken geduurd voordat dat, want dat was gewoon, allez, eigenlijk maanden, maar echt het emotionele huilen en in die pijn gaan, dat heeft echt weken geduurd voordat ik daar ja, door was. Voordat ik eigenlijk ja, op mijn diepste punt was en dat ik eigenlijk de kracht kreeg van verandering, zoiets van. Ja, oké, het is nu zo. Ik kan het niet veranderen. En wat ga ik dan doen met wat ik wel heb? En allee, dus mijn focus gaan veranderen van wat ik niet heb. En gaan kijken van wat ik wel heb voor het moment. En voor het moment nu leef ik dan nog. En dan gaan we kijken wat we nu gaan doen. En het is daar ook dat ik eigenlijk kon gaan zien van... Ja, maar waarom wil ik eigenlijk zo per se mama worden? Waarom is dat voor mij zo belangrijk? Dat kon ik eigenlijk duidelijk voor het eerst zien. En voor mij was dat, ik wou mama worden, omdat ja, als ik dan met al de rest gefaald had, dan kon ik nog mama worden en dan betekent het nog altijd iets voor de wereld.
Maar nu was dat werd gewoon allemaal weggenomen. En ik had zoiets van, maar dan heb ik geen doel niet meer. Waarom moet ik dan blijven? En dat was... Ja, en dan kon ik zien van... Ja, dat is eigenlijk een zeer verkeerde reden om mama te worden. Om u belangrijk te voelen. Niet belangrijk te voelen, maar nodig te voelen. Om u nodig te voelen. Dat was voor mij... Ja, de diepe verlangens achter waarom ik het per se wil mama worden. Ja, natuurlijk zit daar ook invloeden bij van de maatschappij. Van zo hoort het, mama worden en kinderen opvoeden. Dat is het leven. Maar dan kon ik zien dat eigenlijk al die verlangens of die overtuigingen dat in mij zaten, dat die eigenlijk niet van mij waren. Dat ik eigenlijk kon zien van, ja, maar nee, dat is niet wat ik wil. Ik dacht dat dat zo moest. Maar eigenlijk is dat niet zo, want nu ben ik geen mama en ik ben er nog altijd. Maar wie ben ik dan? En eigenlijk op dat moment ben ik dat gaan ontdekken van ja, dat ik eigenlijk veel meer ben dan enkel een mama worden. Dus eigenlijk op dat moment heb ik dat kunnen loslaten of heb ik kunnen zien van ja, maar dat is niet nodig om om mama te worden, om eigenlijk gezien te worden in de wereld of gewoon of belangrijk gevoeld te worden of ja, een doel te hebben, dat is niet nodig. En bij mij zat die overtuiging daar. En dat is wat dat kanker mij mee geholpen heeft. Ook als ik bij de gynaecoloog was, mijn regels kwamen niet meer terug. De gynaecoloog zei ook van, ja, je moet daar niet meer op rekenen. Want je hebt nu ondertussen al zoveel chemo gehad. En dat komt niet meer goed. En dus ja, ik had op dat moment geen keuze niet meer. Dus ik heb, dus ik meen dat ik ook totaal in die... Ja, fase ben gegaan van opgeven en dat ik gewoon niet meer kon. En ik weet als ik zo in die periode zat van oké, ik ga alles omdraaien. Ik ga gewoon kijken waar dat ik, wat dat ik wel kan momenteel en waar dat leven dan wel om draait. Als het niet om kinderen maken draait, ja, om wat draait het dan wel om? En dat was voor mij dan tijd om te ontdekken. En... Ik denk, het is ja, vanaf dat ik zo terug in een betere periode kwam en dat ik echt zo die kinderwens heb kunnen loslaten, dat kwam af en toe nog omhoog, maar ik bedoel, echt zo die switch heb kunnen maken van ja, oké, het is nu zo, ik kan niet veranderen, ik kan de rest van mijn tijd blijven, ja, moeilijk doen daarover, triestig zijn, maar dat ging het op dat moment niet veranderen. Dus dan heb ik het gewoon omgedraaid en gaan kijken van ja, oké, wat ben ik dan als ik geen moeder word? Die identiteit ben ik eigenlijk gaan loslaten, dat ik dacht dat ik moest zijn om iemand te zijn. Het is eigenlijk daarop, ja, dat het neerkomt. En als ik dan dat heb losgelaten, ja, kwamen mijn regels ineens terug. Dus dat was ook zo van, wat? Ik kon geen mama niet meer worden. En nu dat ik het eigenlijk heb losgelaten en zoiets van, oké, ik heb het niet meer nodig om mama te zijn. Dan gaat mijn lichaam reageren en kan ik terug mama worden. Dat was van, oh, oké. Dat is zeer verwarrend. Maar nu, dus nu, gynaecologisch, kan ik gewoon terug mama worden. En als ik dat wil, dan kan ik dat. Maar ik heb zoiets van, ja, maar dat is niet mijn verlangen meer. Of dat is niet meer dat ik moet om iets te zijn in de maatschappij. Ik ben gewoon al genoeg met wie dat ik ben. En... Ja, het is eigenlijk op dat moment dat ik kon zien van, of gewoon gevoeld en ervaren heb van, ja, als ik het heb losgelaten of wat ik er heb uit geleerd, dat mijn lichaam terug zoiets had van, oké, je hebt je les geleerd en je kunt weer kinderen krijgen. Maar nu heb ik zoiets van, ja, ik wil voorlopig geen kinderen krijgen. Ik wil eventjes voor mezelf gaan en, of misschien wel, misschien niet. Mij maakt het niet uit. Ik ben gezond, dus ik kan in principe kinderen krijgen. Maar ik heb, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb de behoeften er niet meer aan. Of het is niet meer nodig om mama te worden. Dat is er bij mij veranderd. Dat ik dat eigenlijk niet meer nodig acht om iemand te zijn. En dat was eigenlijk de les die ik heb geleerd van kanker. Dat je niet... Kinderen moet krijgen om iemand te zijn of een carrièrevrouw of het draait om wie dat jij bent en niet om de dingen dat je hebt of presteert of ja, het is zolang als jij jezelf nodig hebt en voor jezelf zorgt en voor je
dat, ja, dat je die behoefte of die, ja, die need, zoals ze zeggen in het Engels, niet meer nodig hebt. Dus ik heb dat niet meer nodig om mama te worden eigenlijk. Dat is, ik kan dat wel. Ik heb nu een optie. Het is nu de optie voor mij. Het is niet van dat ik dat echt wil of moet. Ah ja, dat moet, want anders ben ik niet. En dat is niet meer. Nu voel ik gewoon van, ik heb de optie. En de optie voor mij momenteel is, ik wil voor mezelf zorgen en we zien wel later. En ja, daarvoor ben ik dankbaar dat ik die les heb gekregen. En dat was heel zwaar op het moment dat ik, ja, eigenlijk moest afscheid nemen van die wens of die identiteit dat eigenlijk ik niet was. Dat eigenlijk gekomen is als ik klein was of gewoon de maatschappij en gewoon hoe de manier waarop dat ik dan liefde zag. En dat je dat dan zou krijgen van dat kind dat dat altijd unconditional is, omdat dat eigenlijk altijd moeder-dochter of moeder-zoon relatie is en dat je die eigenlijk altijd in je leven hebt. Maar ik was dat ook aan het idealiseren, want niet elke relatie gaat super goed en er zijn altijd struggelingen. Dus voor mij was dat echt een roze wolk. Maar nu kan ik dat ook gewoon zien van, ja, voor mij is dat niet meer nodig. En als dat wel ergens terugkomt, die verlangen, dan zien we dan wel. Maar nu, ja, ben ik gewoon dankbaar dat ik die les heb geleerd. En voilà, dat was er vandaag. Dank je wel. Dag.